Ze wordt nog steeds de koningin van het levenslied genoemd. Mary Servaas, beter bekend als de zangeres zonder naam. 13 jaar na haar dood staat ze nog volop in de belangstelling met een musical en een biografie. De snik in haar stem was echt. Alles wat zij zong heeft ze meegemaakt. Dat heeft het publiek altijd gevoeld. Want we praten altijd over de Johnny Jordaans en de Willy Alberti's. Die ik overigens ook heel hoog acht. Maar zij doet daar absoluut niets voor onder. Ik vind haar zelfs groter. Ze leidt het leven dat ze vaak bezingt in haar liedjes. Vindt steun in haar geloof en baart opzien door te zingen over maatschappelijke thema's. En haar fans, die zijn haar alles. En andersom, nog steeds dragen ze de zangeres op handen. Ik kan ambitie nog, zeg maar. Maar ik hield ook heel veel van haar. En zij van mij, durf ik te zeggen. Over het levenseinde van de zangeres doen nogal wat verhalen de ronde. Zo zou ze in eenzaamheid zijn gestorven in een verpleeghuis. Volstrekt afgeschermd door haar trouwe hulp en de boekhouder. Maar die zien dat anders. Het is niet zo. Het is helemaal niet zo. Ze heeft iedere dag bezoek gehad daar ook. Ze zat niet eenzaam te verkommeren. Mary Servaas, ook wel de nationale biechtmoeder genoemd, is en blijft een fenomeen. Dit wordt een lied van afscheidswoorden. Ik zong mijn levenslied voor iedereen die het graag hoorde. Dat lied is net als ik het deel aan u veel liefde geven. Hoe vaak doe je dit? Meestal eens in de 3 of 4 weken. En ja, ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk. En ben je zelf fan van de zangeres? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet? Nee. Nee, ik ben er geen fan van. Ik heb ze wel gekend. Voel je het als een plicht om het te doen? Nee, ik voel het niet echt als een plicht, dat toch niet. Maar ik denk meer uit schuld. Schuld door de verhalen die we horen. Inderdaad, en dat het dan meer een schuldgevoel is. Van hadden we maar misschien dit kunnen doen of dat kunnen doen. Of misschien iets meer voor haar kunnen betekenen toen ze er nog was. Dames en heren, de koningin van het levenslied. De zangeres zonder naam. Waarom werd ons dat mooie nooit gegeven? Ze was echt een moeder voor ons. Een afgod. Ja, afgod. Maar ik noem het maar een moeder. Een tweede moeder. Waarom zijn wij steeds kinderloos gebleven? Ja, ik heb haar altijd zo bewonderd. En zijn afgod, zeg maar. En die doet ook aanbidden. Ja, gaat het zo ver? Ja. Ja? Ja, echt wel. Jullie aanbaden haar? Ja. Ja, we hadden ontzettend veel respect voor hen. Ja. En waar zat het hem dan in? Ja, dat wij als gewoon werkmensen, hè, want zo moet je het zeggen. In de liedjes. Dat wij daar bij haar binnen mochten komen. En met haar mee mochten. En we... Maar ze liet dat ook voelen, dat ze van ons hield. Waarom werd ons dat mooie nooit gegeven? Ja, ze beschouwde ons als kinderen. Waarom is zo'n was geweldig. Leven hard als steen? Ik heb 500 liedjes opgenomen in 27 jaar. En daar heb ik bijna 16 miljoen keer een liedje van verkocht. Mexico. Eerst vond ik die liedjes een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen, niet van mijn niveau. Het was aan de Costa del Sol, tingelingeling. Daar sloeg mijn hartje op hol, tingelingeling. Maar ik ben, ja,
totaal gegrepen door dat zij zalen vol mensen zo in de band kon brengen. En ja, dat ben ik een beetje geanalyseerd. Ja, het was gelijk verkocht. Hoe was dat voor het eerst om bij haar thuis te komen? Oh, ja, ja, dat was ook vreemd. Dat was me wel. Voordat we er waren, hadden we al 10 kilometer zweet gehad. Bijvoorbeeld. Oh, het was toch spannend. Ja. En dan zegt ze wel eens, hoort jullie bent bevoorrechte fans. De koningin. Ja. Hallo. Dag, Wilbur. Ik heb een mooie bloemen meegemaakt. Moet ik er eerst voor zingen natuurlijk, hè? Ja, maar dat doet hij niet meer, nee. Hè? Nee. Ik vond haar een hele innemende vrouw. Ik vond haar een echt een lieve vrouw. Ik vond haar ook een zielige vrouw in de zin van dat zij altijd op de bühne had gestaan. Met duizenden, tienduizenden, miljoenen mensen had geplezierd. En toen zij niet meer zong en ziek was geworden, toen was iedereen weg. En op dat moment kwam ik binnen. Ja. En toen heb ik een hele hechte, lieve, tedere vriendschap opgebouwd. En waar moet ik dan zitten? Jij achterin. Ja, hier, dat is ook lekker, zeg. Ze had het echt zwaar. Ik wil niet zeggen dat ze depressief was. Want dat is niet aan mij om dat te zeggen, maar ik zou niet graag met haar willen ruilen. Ja. En hoe lang bent u nou niet meer buiten geweest? Nou, ze zal wel haast 2 jaar zijn, denk ik. Zo lang niet? Ja. Dus nou met mij weer voor het eerst naar buiten? Ja. Ja, ja, je hebt een zonnetje in huis gebracht. Had ze het daar moeilijk mee? Dat ze zag van, ik ga achteruit? Ja, in het begin wel. Toen ze besefte dat het niet goed meer ging, heeft ze wel veel gehuild. Van, het gaat niet goed met mij. Net een week voor deze stil ben ik er nog geweest. Ja. En tenminste, ja. Ze zeggen dat er iets daarbij was, dat weet ik niet. Maar in mijn ogen is ze heel eenzaam gestorven. Dat ze zelf zoveel liedjes heeft gezongen. Over eenzame oude vendoren. Over alleenstaande moeders. Over vaders, over alles. Nou, ze zelf. Dat ze zoveel gezongen heeft, ze zelf het lot ook overkomen. En dat had ze niet verdiend. Dat had helemaal anders kunnen gaan. Ik had een hele goede band met mijn moeder. Maar ik vertelde dingen tegen haar die ik tegen mijn moeder nooit zou verteld hebben. Nooit. En kon ze ook u helpen? Ja. Ze had altijd iets dat ze zei, dan moet het zo of zo doen. Of je moet dit of je moet dat doen. Of altijd. En dan deed ik dat. En dat was altijd goed. Want ik heb altijd wel eens gedacht dat zij ook echt een intelligente vrouw was. Zij wist heel veel van de problemen van het leven. Een vrouw die wist wat ze wilde, dominant. Een vrouw die altijd op zoek was naar erkenning. Een vrouw die niet wilde faken, altijd zichzelf was. En de beste beschrijving is misschien wel dat zij heeft bewezen dat je van een dubbeltje toch nog een kwartje kunt worden. Zij heeft door overleven bereikt wat ze wilde. Ik bezong eigenlijk in al die liedjes mijn eigen jeugd een beetje. En dat van mijn moeder. Want mijn moeder, dat was alles. Dat was een hele arme vrouw. Geen goed huwelijk met mijn vader. En dat moest je allemaal als kind, moest je dat allemaal ervaren. En dat bleef altijd zo heel gek. Dat bleef allemaal in mijn gedachten hangen. Rietje Bij heette ze, geboren in een groot arm gezin in Leiden. Ze droomt van een ander leven, wil beroemd worden en gaat aan het toneel. Rietje is geen artiestennaam, vindt ze. En ze laat zich Mary noemen, tot grote woede van haar vader. Zij heeft alle hoeken van de kamer gezien toen ze daarmee thuis kwam. Omdat haar vader zei dat ze veel te veel kapsones had en dat ze zich niks moest verbeelden. Omdat ze maar gewoon uit de Weverstraat kwam. En niet meer dan dat. Weverstraat, Alexanderstraat, jullie verhuisden nog alles. Oh, we hadden veel woningen. We hadden heel veel huizen. Waarom verhuizen jullie zo vaak? Ja, ik denk door de huurschuld.
Ze zag de armen om haar heen. Ze was natuurlijk heel vroeg al volwassen. Ze zag de drama's thuis. Ze had hele vertrouwelijke gesprekken met haar moeder. Die haar dochter alles toevertrouwde over het slechte huwelijk, over de armoe, over de pijn, over het verdriet. En ze had al gauw door dat ze dat zo niet wilde. En ze zou en moest uit dat milieu weg. Op je derde jaar ben je gevallen op straat. Ja. Dan breek je een heup. Daar is een hoop ellende uitgekomen. Ja, toen waren ze nog niet zo kundig, hè? Nee. En je werd toch wel een beetje verwaarloosd door dat grote gezin. En ik moest dus wat meer aandacht hebben als de anderen. Toen ze van het ene gipsbed in het andere terechtgekomen. En dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Ja, en in dat ledikantje, ja. Daar ben ik uitgekropen tot en met een wilskracht van heb ik jou daar. Zij hebben haar hart geroofd. Mary is al jong op zoek naar verdieping in het leven. Haar vader wil niets van religie weten. Sterker nog, hij dwingt zijn vrouw haar geloof op te geven en verbiedt haar de kinderen religieus op te voeden. Maar het laat Mary niet los. Er hangt achter ons een schilderij. En daar staat Jezus op. Ja. Die geneest en troost de zieken. Ja. Ja. Ben je gelovig? Ja, ik ben een bekeerling. Je bent katholiek geworden, Ik was van huis geworden, uit niks. Ik ben katholiek geworden, ja. Tegen de wil van haar vader gaat ze godsdienstlessen nemen bij de nonnen in Leiden. Dat doet ze heel serieus. En dan moet ze gedoopt worden, want ze is nooit gedoopt. En dat gebeurt dan ook. En het is een grote gebeurtenis in haar leven. Ik heb het altijd een mooi geloof gevonden. Want toen ik van mijn ziekbed met 12 jaar voor het eerst ging spelen met meisjes in de straat en zo, had ik altijd vriendinnetjes die katholiek waren. Het is net of dat geloof een rol in mijn leven speelt. Ik kan me herinneren dat ik met haar naar Lourdes ben gegaan. Dat was 2 jaar voordat ze afscheid nam van haar carrière. En ze wilde in Lourdes eigenlijk vergeving vragen voor alles wat ze voor haar gevoel had fout gedaan. En ja, dat heeft ze ook gedaan. En dat waren emotionele dagen voor haar. En heeft haar leven een omwenteling gekregen. Daar heeft zij verteld dat zij haar leven op schrift wilde stellen. En dat ze daarin de waarheid over haar leven zou gaan vertellen. Ze heeft in de begintijd van haar carrière best, als ik het heel netjes zeg, haar lichaam laten gebruiken om verder te komen. En dat was in haar ogen wel iets wat niet mocht en men niet kon. Maar ze had het geleerd uit de kansarme omgeving waarin ze geboren was. Haar moeder had het ook gedaan om geld binnen te halen, om het gezin draaiende te houden, omdat vader het geld verdronk. Ach, vader! Wat deed je vader? Nou, heel vroeger, dat was loswerkman. En dat was dan schuiten die in de grachten kwamen met aardappelen of kolen. En dat moest dan gelost worden. Ja. En dat werd dan, als dat klaar was, in een cafeetje daarbij, werd uitbetaald. Ja. En dat was soms al haast opgemaakt als ze thuis waren. Want moest je Het is natuurlijk zo dat ik weet wat leed is en armoe, omdat ik het zelf heb meegemaakt. Maar je moet toch ook je teksten beleven, je moet toch weten wat je zingt. Er is mij ook wel eens gevraagd, waar denkt u aan als u staat te zingen? Dat vind ik dus een hele erge domme vraag. Want je denkt in het eerste geval aan hetgeen wat je bezingt. Er was nog een groter drama in haar leven. Aan het eind van de oorlog was ze in verwachting geraakt. En dat heeft haar in volledige paniek gebracht. Want ze was in verwachting van een Duitser. En toen heeft ze abortus laten doen. En door die abortus kon ze de rest van haar leven geen kinderen meer krijgen. En
dat is het grootste drama in haar leven, wat ze bijna aan niemand kwijt wilde. En altijd kan dat wel zeggen. Dat heeft ze mij verteld. Door ik daar niks van geloof. Ik geloof nooit meer tegen hem heeft verteld het verhaal. Dat ze abortus heeft laten plegen of dit of dat echt. Dat zou me toch wel sterk verwonderen dat zoiets gezegd zou hebben. Want door het feit dat ze gehandicapt was, kon ze al geen kinderen krijgen. Dat stond al heel vroeg vast. Toen ik 32 jaar was, kreeg ik dan een operatie. En toen werd mij dus gezegd dat ik dus nooit meer kinderen zou kunnen krijgen. Stond dus ook weer in verband met die heup wat ik heb. Wat een meer moeder-dochterrelatie wel, ja. Was u ook haar steun en toeverlaat, zou je kunnen zeggen? Ze vertelde eigenlijk alles, door de jaren heen, al helemaal, ja. We waren iedere dag bij elkaar, dus ze hoorde bij onze familie eigenlijk een beetje, toch wel. Ze is nooit eenzaam geweest met kerstmis of nieuwjaar, was altijd iemand. Ofwel was ze in Maastricht of bij ons of bij haar thuis. Er werd altijd samen alles gevierd. Toen kwam jij in mijn leven, je bracht me veel geluk. Maar nu ben je verdwenen, het sprookje is weer stuk. Er is maar één zangeres zonder naam, hoor, denk erom. Er kan niemand haar nadoen. Er komt nooit geen tweede. Nee, nou, absoluut niet. Had ze nou toch uiteindelijk een gelukkig leven? Ze had echt een gelukkig leven. En in elk huisje heet wel eens een kruisje. Goedemiddag. Mevrouw Sagaans, maakt u? De eerste jaren van haar optreden en dingen is ze veel verguisd. Ze heeft echt moeten vechten. Waarom bent u nou eigenlijk zo zonder naam geneten in dat tijd? Waarom bent u niet meteen als meer in zijn vaas genoten? Nou, het kwam wel vanwege mijn stem. Dat hij dus, meneer Hoes heeft mijn stem dus eigenlijk ontdekt en hij kende mij dus niet. En toen hij mijn stem dus beluisterde, dacht hij dat ik een heel jong meisje van 14, 15 jaar was. Dus een beetje kindvrouwtje. En toen hij dus hoorde ik was een getrouwde vrouw, toen zegt hij nou, dit is zo'n ondefinieerbare stem, je kan er geen naam aan geven gewoon. Mysterieus. Ja, en toen is dat dus een zangeres zonder naam geworden. Miljoenen ogen, die kijken ons aan. Ze wilde vooral de erkenning van de mensen bij wie ze dienstmeisje was geweest. Die op haar hadden neergekeken, die haar hadden niet goed hadden behandeld, die haar hadden afgebekt. Die neerkeken op haar liedjes. Of op de inhoud van haar liedjes. Op jouw verzoek vanavond hier de zangeres zonder naam aanwezig is. Waarom heb je haar gevraagd? De eenvoud, de directheid van de emotie, de eenvoud van melodie, alles. En ik vind het heerlijk om haar te horen. Ik ben haar dankbaar omdat ik wat zij zingt mooi vind. Als mensen als Gerard Reven of Jan Wolkers haar bewierookte, dan had ze het gevoel dat ze wraak nam op al die mensen die haar zo hadden naar beneden hadden gedrukt. Ze wilde laten zien dat ze meer was, of in ieder geval de gelijke was van die mensen. Kleine Jantje kreeg een vlieger, oh wat was het ventje blij. Vader zei het is morgen zondag en dan gaan we naar de wei. Ja, toen zijn de deuren opengegaan van de elite. Want zij werd later bewonderd door die mensen. En het was zelfs een eer om met de zangeres te mogen omgaan. Maar dat zijn ze alle 32, zo'n beetje. Alle 32 zijn Maar zongen. Die draait u niet meer. Jawel, jawel. Ze is nu 13 jaar dood. Ja. Is ze eigenlijk nog steeds een deel van uw leven? Nog steeds. Nog steeds. Het kan misschien bij veel mensen gek overkomen, maar ik spreek er nog wekelijks mee. In gedachten, jawel. Is het een van uw favoriete foto's van haar? Nou, de gezicht van haar. Want ik heb ze altijd heel knap gevonden, dat was ze ook. Maar de gezicht van haar, het lijkt zoveel op Elisabeth Taylor, ik noem maar iemand. Dat was echt een mooie vrouw.
Daar ook wel. Deze foto, die hong in de stad Geleen, niet in dat café. Dat was in Geleen. Dat was de café toen bestuurde. Dat is zijn kop erin en die hong die foto achter de bar. En dat was het café waar u ja. haar voor het eerst ontmoette, ja. hè? Ja, dat café was het. En ja, daar kwam zo'n. Had zo'n trap, die is er nou nog. En daar kwam zij vanaf. Dat was net voor mij of ik in Lourdes was. De Onze Lieve Vrouw om mij verscheen. Zo ontroerde men dat. Dat gezicht, die ja, heel die vrouw. Ik was daar helemaal van onder de indruk. Zij wil vernielen dat leven, als de God eens gegeven, trekt van leren met de Bijbel ter hand. Hoe laat zich dat rijmen, wil dat homo's verdwijnen. Dat ze het opnam voor de homo's, dat was gedurfd voor die tijd. Zij zong O Luister Anita. Het is nog steeds een evergreen in alle homocafés. Ik ben ook anders geaard. Nou durf ik het te zeggen. He? Maar toen niet. Want het gaat geen leven toen. Gaat geen leven. Je wist zelf niet wat er met jou aan de hand was. Je kon er niet geen plaats geven. En strijd voor je rechten. Ze zong dat recht uit het hart. Het was zo'n groot succes. Het werd op de radio gedraaid van een bandje, want haar platenmaatschappij wilde niet dat het werd uitgebracht. Omdat het schade zou brengen aan haar imago. Laat ze scheid aan. En daar is zij mij heel veel mee geholpen. En wat zei ze dan, wat u moest doen? Nou, ze zei gewoon, je moet toch eens een moment doen. Niet mee verkeerd lui om gewoon. Je moet het niet zo'n probleem van uw eigen maken. En je moet dus proberen toch op een heel langzame manier aan uw familie kenbaar te maken. En dat heb ik toen gedaan. Maar toen kwam uit, ik had drie zusters en die wisten dat allemaal al lang. Dus ik bracht niks nieuws. Gisteravond is ze overleden, de zangeres zonder naam, Mary Servaas. Ze was 79 jaar. De koningin van het levenslied was al geruime tijd ziek. Mary Servaas zong een kleine 600 liedjes en kreeg 59 gouden en platina platen. Altijd, ik vaak verguis, veel pijn in die. Mijn leven ging niet over rozen, zingt Mary in haar eigen levenslied. Dat blijkt ook aan het eind, als ze lichamelijk en geestelijk achteruit gaat. En laten we haar bij dit afscheid haar laatste, haar mooiste en grootste applaus geven. Ben Holthuis schetst in zijn boek een ontluisterend beeld van de laatste jaren van Mary Servaas. Ze zou, afgesloten van de buitenwereld, haar dagen in eenzaamheid doorbrengen in een verpleeghuis. De regie over haar leven is haar afgenomen. Mocht maar een handjevol mensen ontmoeten. Die werden volgens bepaalde maatstaven geselecteerd. Niet iedereen was welkom. En dat was nou net wat Mary niet wilde. Of misbruik is gemaakt van de kwetsbaarheid van Mary, zal misschien wel altijd een mysterie blijven. Volgens haar huishoudster Ida Hoeken en vertrouwenspersoon Jos Dielemans is haar geen onrecht aangedaan. Zij schetsen een ander beeld van het einde van de koningin van het levenslied. Het is toch logisch dat als iemand een carrière heeft als artiest, dan is hij heel bekend en heeft hij heel veel vertier en bezoek aan huis misschien als hij dat toelaat. Maar ja, op een gegeven moment is er een afscheid en dan komen er minder mensen en dan wordt het stil. Hè? Dat heeft ook een normaal gepensioneerde die uit zijn werkkring stapt. Maar het is voor ons wel heel pijnlijk. Je wordt beschuldigd van een aantal zaken waar je niet goed tegen kunt verweren. Het is niet zo. Het is helemaal niet zo. Ze heeft iedere dag bezoek gehad daar ook. Ze zat niet eenzaam te verkommeren. Ze kreeg iedere dag visite. Dus dat beeld van de eenzame zangeres zonder naam die opgesloten is, dat klopt toch wel niet mee, echt niet.
Komende week ligt de nu al veel besproken biografie van een zangeres onder naam in de winkels. Meer informatie over deze uitzending vindt u op onze website kruispunt.tv.rkk.nl. Komende zaterdag is Kruispunt Radio er weer. Dit was Kruispunt. Goedenavond.